Ik heb hier een interessante vraag gekregen die ik graag aan u voorlees. In deze tijd komt het voor dat mensen euthanasie plegen wanneer ze ondraaglijk veel pijn hebben en niet verder willen leven. Ik ben christen en arts en vind het moeilijk om hierover een goed standpunt in te nemen. Zijn er Bijbelse handvaten te vinden rondom dit gevoelige onderwerp? Nou, ik zou bijna zeggen, was het maar zo. Want de Bijbel is geschreven in een tijd dat dit soort problemen zich nog niet voordeden. Je kon staan bij het sterfbed van een geliefde en pijnlijk toekijken hoe die ander leed en wachtte op het einde, maar je kon niets doen. En vandaag kunnen wij een hele hoop doen. Wij kunnen iemand pijnstillende middelen geven en dan nog kun je het punt bereiken dat zo iemand zo wanhopig is dat hij niet verder wil leven. Nou, wat is de Bijbelse richtlijn daarbij? In de christelijke ethiek gaat men daarbij het algemeen uit van de stelling: het leven is van God, God heeft het leven gegeven, God neemt het leven ook weer, daar moeten wij niets aan doen. Vaak wordt dat ook nog verbonden met de stelling dat God van tevoren al de lengte van iemands leven heeft vastgelegd. En daar mag je dus niet bij ingrijpen. Nou, staat dat eigenlijk nergens in de Bijbel. Maar goed, het algemene principe is wel duidelijk. Je mag niet aan het leven komen. Maar ja, vandaag aan de dag is daar een heel groot grijs gebied ontstaan. Want stel je voor dat iemand ondraaglijke pijn lijdt en je geeft hem heel veel morfine, dan weet ik zelfs als leek dat je daarbij het risico loopt dat het leven van zo iemand verkort wordt. Heb je dan ook eigenlijk niet ingegrepen in de lengte van iemands leven, dat dan zogenaamd door God was vastgesteld, die lengte? Ben je dan ook niet bezig met verkorten? Ja, dat kwam doordat je zo'n moeilijke keuze moest maken. Iemand zo lang mogelijk in leven laten met verschrikkelijke pijn, of iemand helpen die pijn te kunnen dragen met het risico dat het leven verkort wordt. Vroeger had je zulke keuzes niet en vandaag wel. En daar kun je niet simpel een paar bijbelteksten naast leggen die daar uitsluitsel bij geven. De arts heeft daarbij zelf een heel stuk eigen verantwoordelijkheid. Ook de christenarts. Kijk, we zullen gelukkig hopelijk nog heel ver verwijderd zijn dat ook christenartsen het normaal geven om iemand een spuitje te geven om hem uit zijn lijden te verlossen. Dan ben je inderdaad heel actief bezig aan iemands leven een einde te maken. Als die persoon dat graag wil, omdat hij klaar is met leven, omdat hij geen menswaardig bestaan meer leidt enzovoort. Allemaal heel erg moeilijke begrippen die ook in de Nederlandse wetgeving uitgeplozen moeten worden. Nee, zover zijn we nog niet, iemand een spuitje geven. Maar aan de andere kant, iemands lijden verlichten betekent ook vaak iemands lijden verkorten. En kan dat wel? Nou, bedenk in ieder geval dat een arts de eed heeft afgelegd dat hij de patiënt zo lang mogelijk in leven moet houden, zeg ik dan maar even voor de eenvoudigheid. Maar hij heeft nooit een eed afgelegd die zegt dat hij het sterven van de patiënt zo lang mogelijk moet rekken. Mensen hebben ook recht, als je die wereldse taal mag gebruiken, op een menswaardig levenseinde. Hoe lastig die term ook is. We moeten niet het sterven willen rekken. En ja, dan betekent dat ook dat ingrepen kunnen leiden tot een verkorting van iemands leven. En ik zou willen zeggen, de ethici die uw vragen zouden moeten oplossen, die staan niet aan het bed van die patiënt. Die hebben makkelijk praten. Ik denk dat je als arts veel beter je eigen gezonde christelijke intuïtie moet volgen. En uitsluitend moet denken aan deze vraag. Wat is in het grootste belang van de patiënt? Dat is een vage vraag. Dat kan je niet precies vastleggen wat wel en wat niet kan. Daarbij moet u uw eigen intuïtie volgen. Uiteraard binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Ik wens u daarbij heel veel wijsheid en zegen.